Goedemorgen, hallo, leuk dat jullie er al zijn. Ik ben Diane Vortelo, onafhankelijk stem-up demonstratrice. En het is weer tijd voor onze donderdag live. En jullie konden van tevoren kiezen tussen de stempelsets Hippest Hippo's of Pinguinpret. Het is Pinguinpret geworden. Bij de Hippest Hippo's heb ik ook de bijpassende stansen gebruikt. Die zijn erg leuk. Ik heb echt alleen maar de uitlijnstans gebruikt deze keer. Maar al die leuke dingetjes zijn echt hier. Een zwembrilletje en spetters, water en zo'n, hoe noem je dat, een snorkel. Nou, leuk toch? Maar fijn, die hebben we voor vandaag niet. We hebben wel de pinguinpret. En daar heb ik de bijpassende pons bij gebruikt. En dit is de kaart die we niet gaan maken vandaag. Hey, hoi. Hoi Helma. Hoi Willy. Hey Hilly. Hoi Nelly. Gezellig. Hoi Mary. Volgens mij heb ik iedereen gehad. Nou, hey Rian. Hoi hoi. Leuk dat je meekijkt. Fijn dat je daar een goede verbinding hebt. Maar goed, deze wordt het dus niet. Maar deze wordt het wel. En voor de oplettende kijker, dit zijn de kleuren van... Ja, de Keep Stamping Challenge. Dus een klein extra inspiratietje voor vandaag. Wat heb ik gebruikt? Ik heb ook nog dit zendpapier gebruikt. Dat zit in de najaarscatalogus en dat kun je op hostess rewards, op gastvrouwen rewards kan je dat bestellen. Het is een flink pak en het heet Celebrate Everything. En er zit echt van alles wat in. Door cadeautjes, slingertjes, strikjes, gewone zwart-wit dingetjes, sterretjes. Ik heb hier ook nog ergens vuurwerk. Leuk. Ah, fijn. Wat heb ik gedaan daarvoor? Ik heb het alvast wel gesneden. Ik heb een basiskaart. Dat is het woord. Hey Adrie, hoi hoi. Basiskaart, gewoon stevig wit. 14,5 bij 21, gereeld op 10,5. En hoe ben ik nu aan deze stukjes dezempapier gekomen? Ik heb een stuk dezempapier gesneden op 14 bij 14 in dit geval. Omdat ik er nog een lijntje langs wilde. Dus 14 bij 14. En dat heb ik kruislinks gesneden. En dan hou je dus vier stukjes over. Dus je kan vier kaarten maken. Van één zo'n velletje. En nou ja, je kan hem aan deze kant gebruiken. Of aan deze kant. Ik ga vandaag voor deze kant. Even wat anders. En dan voor het randje heb ik dus een stuk van... Een vierkant van 14,5 bij 14,5 gesneden. Want 14,5 is deze zijde van de kaart. Hè? Dus dit is 14,5. En dan past dat precies. Zie je? En dan past deze daar weer heel mooi. Net als krijg je net een klein randje zwart te zien. Gewoon net... De finishing touch, zullen we maar zeggen. Nou ja, en datzelfde geldt voor dit. Alleen dit heb ik op 10 bij 10 gesneden. Dus een vierkant op 10 bij 10. En daarna diagonaal gesneden. En deze was 10,5 bij 10,5. Dan heb ik nog een decorative circle pons. Die ik vergeten ben klaar te leggen. Deze pons heb ik gebruikt... De decorative circle pons. En daar krijg je dit leuke rondje mee. En ik ben echt fan van deze. Helemaal blij mee. Goed, ik zal dit even hier laten liggen. Dan gaan we gauw aan de slag. En het is eigenlijk een kwestie van opplakken. Hè? Het is niet moeilijk vandaag. Maar ik gebruik dus nu de andere kant dan ik op mijn voorbeeldkaart heb gebruikt. Want hier had ik de strikjes gebruikt. Kijk, en je ziet, als ik het nu zo doe, dan zitten de strikjes op zijn kop. Maar wie zegt dat het niet omgekeerd kan? Dus ik kan hem ook
zo op plakken en dan lopen de stripjes weer gewoon goed. Maar als ik de achterkant gebruik, wat ik nu ga doen, dan krijgen we de kerstballen te zien. Nou, leuk hè? Ik dacht, ik zal toch een beetje een kerstversie ook laten zien, want het zijn een beetje kerstkleuren, vind ik. En dan kan je een beetje, ja, het verschil zien. Hey coachje, leuk dat je ook meekijkt. Hoi Yvonne. Hey Antoinette. Marjan, hoi hoi. Nou, ik plak altijd eerst het dezempapier op het karton. En dan plak ik dat geheel zo meteen op de kaart. En ik ga de pingeling ook meer kerst maken, had ik bedacht. Want nu is het natuurlijk een party-pinguïn met zo'n ballonnetje. Maar daar ga ik zoiets anders van maken. Nou, en datzelfde doe ik dus met dit stukje. En hier gebruik ik wel het groene stukje voor, want dat vind ik wel leuk. En anders zou het wel heel kleurrijk worden op deze manier. Ook leuk. Maar nu hou ik het even hierbij. Dus die plak ik ook netjes op. Ook weer met een klein randje zo eromheen. En dit gaat op de basiskaart. Zo. Af en toe even kijken of er nog reacties zijn. Soms mis ik wat. Natuurlijk zet ik achteraf, kijk ik alles nog even na. Als er dan vragen zijn of iets is niet duidelijk, dan reageer ik daar nog op. Zo. Kijk, en zo zit hij gelijk met de zijkanten. En eigenlijk is hij gewoon zo al leuk. Ik weet het, ik zeg het vaker, maar. Goed, dan gaat hier de cirkel op. Die doe ik in het midden. En dan gaan we onze pinguïn stempelen. Die had ik hier. En ik kijk dan ook altijd even naar hoe de pons gaat. En bij de pons staat de pinguïn op de kop. Dus ik let daar ook op met stempelen. Nu maakt het niet uit, nu kan het gewoon zo. Maar. Voilà, één pinguïn. En nou zeg je, ja, dat is leuk, maar hij mist nog wat. En dat klopt, want hij mist zijn snaveltje. En zijn voetjes. Dus die zetten we er nog even bij. Snaveltje. Ah, dat maakt het wel af, hè? Ik vind dat snaveltje maakt het zo schattig. Hey Ellie, hoi hoi. En dan nog zijn voetjes. Ah. En ik wil hem vandaag een rendierzwijn geven, maar die ga ik zo even uitknippen. En dat doe ik met de soft suet. Dus die zet ik er ook van op. Zo. En dan moet ik eens even kijken. Ik had nog een andere tekst bedacht. Ik had vrolijke feestdagen bedacht. Die stempel ik meer in het midden nu. En die stempel ik weer met Poppy Parade, dus met rood. En dan
dan heb ik nog een leuk, even kijken, dennenboompje. Die zet ik aan allebei de kanten er eentje langs. Ah, leuk hè? En dan had ik ook nog bedacht om hier een paar sterretjes te stempelen. En ik denk dat ik dat eens in geel ga doen. Dat is wel leuk, denk ik. En zo zie je, dan wordt het een heel andere kaart dan deze. En toch gebruik je dezelfde layout. Nou, dan gaan we de pinguïn even ponsen. Ik gebruik mijn pons eigenlijk altijd op zijn kop, zeg maar, want dan kan ik goed zien waar die is. Dan lok ik hem een beetje dus nog voor. Ik ga knippen als die goed zit. En dan pons ik hem pas. Kijk toch eens. En nou nog eventjes een gewijntje. Maar die moet ik even gewoon met de hand knippen. Gewoon eventjes. Zo. Dat vind ik altijd wel heerlijk ook. Lekker ontspannen dit. Gewoon een beetje knippen. Ik vind het een leuk werkje. Natuurlijk niet als ik er 100 van die dingen moet doen. Dan wordt het weer wat anders. Maar dan kan je het weer een beetje verdelen natuurlijk. Hè? Het hoeft ook niet in één dag af te slotten allemaal. Al zou je er 100 willen knippen. Ja, dit is wel eventjes een werkje wat ik beter had kunnen voorbereiden. Maar goed, dat bedacht ik eigenlijk net pas. Dus ja, dan kan je er ook weinig aan voorbereiden hè, als je het op het laatste moment bedenkt. Dankjewel Ellie, leuk. Ja, soms moet je dingen gewoon proberen, zeg maar. Dan heb je een idee. En het zal heus niet altijd goed uitpakken, maar gewoon lekker een beetje freubelen. Zo. We zijn er bijna. Het laatste stukje. Kijk, dan plak ik die hier. En dan plak ik die zo op zijn kopje. Dat ga ik eerst even doen. Nee, voorbereid. Ja, ik kreeg ineens gek met dit mooie weer, maar ik kreeg ineens de kerstkriebels. Nou, is die leuk of is die leuk? Dan gaan we er nog wat dimension op achter stoppen. Even kijken. En dan plak ik die vervolgens weer op de kaart. Zo.
Ja, ik dacht misschien is het een voorzet voor degene die altijd vroeg begint met de kerstkaarten. Ik moet het idee nog bedenken voor dit jaar. Maar goed, ik maak zo tussendoor natuurlijk toch wel best wel wat kerstkaartjes. Maar dit is mijn eerste kerstkaart. Voilà, onze kaart voor vandaag is weer klaar. En dit kan je dus met willekeurig welk dezempapier doen. Het is wel wat. Ja, ik vind het altijd wel leuk om een beetje dezempapier te gebruiken. Dat een beetje bij elkaar past, inderdaad. Maar weet je, gewoon lekker. Ja, Yvonne, dat is slim. Het hele jaar door kerstkaarten maken. Ja, dat denk ik elk jaar na de kerst. Denk ik, nu begin ik al vroeger. Maar ja, het komt er steeds niet van. En ik maak toch iets van 150 kaarten om te versturen. Dus ja, dat is vaak op het laatste moment nog heel hard werken. Ja, leuk is die, hè? Nou ja, zo heb je een feestkaartje. En als je de andere kant gebruikt, heb je een kerstkaartje. Goed. Nou zijn jullie natuurlijk benieuwd wat we voor volgende week gaan doen. En omdat ik dus in de kerststemming was, ga ik toch een beetje in de kerstkant op. Dit is niet per se een kerststempel, maar nou, ik wil kijken of ik daar iets kersterigs mee kan maken. Dus je kunt kiezen uit Christmas Season of Hof van Eden. Die komt zo om 10 uur komt die op de Facebookpagina te staan. En dan kan je onder die foto aangeven wat je voorkeur heeft. Ik ben benieuwd. En die weer op zijn plaat. En dan wil ik nog even reclame maken. Hè? Dat snappen jullie wel. Voor de stempelclub van augustus. Die zal zijn op 8 augustus. En je kunt je opgeven. Even kijken. Tot en met 31 juli. Dus dat schiet alweer op. Hè? En dan gaan we deze kaartjes maken. En deze keer zijn het er 4. Omdat ik niet kon kiezen. Dus 4 kaartjes met de stempelset Wonderful World, die je samen met dit prachtige papier tijdens de celebration gratis kan kiezen als je iets voor 120 euro bestelt. En daar gaan we de kaartjes mee maken. En dan heb ik voor de workshop op 9 augustus, waar je je ook tot de 31ste voor op kunt geven, gaan we kleine cadeautjes maken. En de workshop is 17,50. De stempelclub is 12,50. Volgens mij zei ik dat net allemaal goed. Nou ja, hier past bijvorbeeld een Ferrero Rocher'tje in. En hier past zo'n kleine Merci Petite in. Ik denk zelfs dat er wel 2 in passen, maar goed. Ik ga het niet uittesten, want dan ligt het weer in mijn kamer en dan moet het weer op natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Een giftcard houden. Hier kan een theezakje in. En ook hier kan je eventueel theezakjes in doen, maar hier kunnen ook kleine chocolaatjes in of iets anders. En voor dit gebruik ik een paar keer het dezempapier. Wat je ook tijdens de celebration gratis kunt krijgen bij een bestelling van 60 euro. Ik ben even de naam van het papier kwijt. Even kijken of ik dat gauw kan vinden. Oeps. Even kijken hoor. Oh ja, dat is dit papier. Het Rings of Love papier. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit helemaal gemist had. Tot ik van iemand een hele mooie kaart kreeg waar die koolmeesjes op gebruikt waren. Nee, koolmeesjes zijn dit wel. En nou, daar was ik echt helemaal weg van dat papier. Dus ja, toen moest dat natuurlijk ook in mijn verzameling komen. Maar goed, dit is dus de workshop. Dan ook één opgeven tot en met 31 juli. 17,50 inclusief verzenden. Doe je allebei de stempelclub en de workshop, krijg je 2,50 korting. Bestel je bij mij voor 60 euro, krijg je de pakketjes gratis als je dat wilt. Als je het niet wilt, dan verzin ik iets anders. En nu dus krijg je bij 60 euro ook een gratis product uit de Celebration. Dus dubbel up leuk zou ik zeggen. Nou,
Ik ben blij dat jullie er zo gezellig waren vanochtend. Helemaal leuk. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!